Deborah Manubulu fietste op Koningsnacht over de Pastoor van Muienweg toen zij werd ingehaald door een andere fietser. De man schold de vrouw uit en mishandelde haar zonder enige reden. Manubulu raakte flink gewond. Twee andere vrouwen uit Hello werden dezelfde nacht ook slachtoffer van mishandeling. U heeft een verdachte aangehouden. Om wie gaat het? Het gaat om een 34-jarige man uit Hello die we gisteravond hebben aangehouden. En wordt hij ook verdacht van de twee andere mishandelingen tijdens Koningsnacht in Hello? Nou, na dat verband doen we natuurlijk nader onderzoek op dit moment. De politie verspreidde na de aangifte een signalement van de dader en met succes. Hoe zijn jullie aan de verdachte gekomen? Nou, we hadden een signalement, dat hebben we ook verspreid. En op basis daarvan zijn een aantal tips binnengekomen en hebben we de verdachte kunnen aanhouden. We zijn natuurlijk heel blij met die tips, want die hebben wel mede geleid tot deze aanhouding. Onderzoek moet nog uitwijzen of de verdachte ook verantwoordelijk is voor de andere twee mishandelingen.